ga vandaag pizza maken en ik ga jullie laten zien hoe ik dat doe. De link waar ik het recept heb gevonden, die kan je vinden in de beschrijving van deze video. Allereerst ga ik het afwegen. En ik begin met het afwegen van bloem. Je hebt 250 gram bloem nodig. Zo, 252 is dit. Klein beetje eroverheen is niet zo erg. Dan heb je 40 gram boter nodig. Ik gebruik deze boter. Gaat prima met deze boter. De meeste bakspulletjes koop ik bij Lidl. Zo ook deze boter, bloem. 40 gram, dan zet ik hem eerder op 0. 40 gram boter nodig. Dit is 20. En precies 40. Nou, geweldig. Dan heb ik 4 gram gist nodig. Nou, ik heb een zakje gist. Hierin zit 7 gram. Dus iets meer dan de helft moet erin. Kijk je gewoon, ja, hoeveel zit er ongeveer in? Er zit zoveel in. Dus moet die tot hier leeg. Een klein beetje nog. Ja. Nou, er zit ongeveer 4 gram. Dan 5 gram zout. Nou gaan gist en zout niet zo goed samen. Want als je zout met het gist mengt, dan heeft het gist een minder goede werking. Dus ik maak eventjes een rondje. Zeg maar even een kuiltje waar ik het zout in doe. Ik moet 5 gram zout hebben. Dat is precies 1 theelepel. Zo, en dat doe je dan mooi in het hoekje. En vervolgens bedek je het zout met het bloem. Zo, dan heb ik nog 125 milliliter water nodig. Dat doe ik aan de andere kant. Dat had ik hier al even afgemeten. 150 milliliter water. In het recept staat 125, maar dat vind ik zelf iets te weinig. Dus ik heb er 150 van gemaakt. Zo. En nu mengen. Met de deeg haken. We gaan eerst rustig beginnen en dan op volle kracht. Nou, alle ingrediënten zijn nou goed gemengd. Het is al een mooie bol geworden. Goed deeg. Dit laat je nou voor een uur rijzen in een warme plaat. Dus ik doe het zelf onder een omgekeerde aquarium. Hoe gek het ook klinkt, maar dat is ontzettend
ja, een goede manier om het deeg te laten rijzen. Je kunt het soms afdekken, maar dan gaat het deeg soms tegen ja, het doek aan of het folie. En als je het onder een aquarium gaat rijzen of een ander soort ja, glazen bak of plastic bak, dan zou je zien dat het mooi rijst. Om het nou nog beter te laten rijzen kun je ook een kopje gekookt water erbij zetten. Dan, ja, dan wordt het rijsproces iets ja, opgewekt of hoe je dat moet zeggen. Dus dat ga ik een uur laten rijzen en dan kom ik bij jullie terug en gaan we verder met het maken van de pizzabodem. Terwijl het pizzadeeg aan het rijzen is, ga ik alvast de pizza topping maken. Hiervoor gebruik ik 3 tomaten, een klein rood uitje, 2 teentjes knoflook, wat champignons, 1 eetlepel zonnebloemolie. Dan heb ik hier oregano, hiervan 1,5 theelepel. Dan nog wat peper, gewoon, ja, ik zou zeggen 1/4 van een theelepeltje. En 1/2 theelepel zout. En dat ga ik in deze kom doen. Dus ik begin met de tomaten. Ik ga ook nog een andere video uploaden waarin ik een andere pizza topping laat zien. Maar hoe je de pizza deeg maakt, dat is gewoon steeds hetzelfde. Het is heel leuk om zelf te maken. En je kunt elke keer natuurlijk weer andere smaken uitproberen. En de laatste helft. Zo. Nou, dit ga ik in deze bak doen. Dan ga ik het rode uitje snijden. Een beetje een hard schilletje. Ja, kijk, daar gaat hij. Je kunt ervoor kiezen om 1/2 uitje te doen. Maar ik doe een heel uitje, want het is maar een klein uitje. Maar als je nog geen klein uitje hebt, dan kun je 1/2 of 1/4 uitje doen. Deze ga je ook in de bak doen. Nu ga ik
knoflooktintjes snijden. Zo, dat gaat hier ook in. Dan champignons. In plakjes. Even een beetje doorroeren. Dan hebben we 1 eetlepel zonnebloemolie nodig. Oeps. Anderhalve theelepel oregano. Een halve theelepel zout. En een beetje peper. En dat roeren we goed door.
Ik verwarm de oven voor op 180 graden. En hier heb ik alvast een bakplaat neergelegd met een bakpapiertje. Want hier ga ik zo het pizzadeeg op leggen. Het pizzadeeg heeft een uur lang gerijst en ziet er nou zo uit. En dat ga ik hier gelijk op het bakpapier neerleggen. Kijk, daar is die. Nou, komt er mooi uit. Klein beetje zit er nog in. Nou, strooi hierop een klein beetje bloem. En dan ga ik het uitrollen. Vind ik eigenlijk de beste manier. Als je het eerst op de aardrecht uitrolt en vervolgens moet verplaatsen naar het bakpapier. Het is gewoon een veel moeilijkere stap. Ja, dit is gewoon... En dan ligt hij gelijk goed. Als je naar jezelf rolt, dan zeg maar de bakplaat draait. Dan is het beter dan dat je van je afrolt, omdat hij zo tegen je aan blijft. Ja, dan glijdt hij zeg maar even weg. Uitrollen tot ongeveer 4 mm. Een plaatpizza. Zo, deze kan nog eventjes. Nog even heen. Ja, gewoon tot hij naar je zin is, zeg maar. Maar wel dat je toch wel een leuk oppervlakte hebt om zo meteen met de pizza topping. Zo. Oké. Nou vouw ik het randje een klein beetje om. Dat vind ik zelf leuk, want dan krijg je echt een, ja, een dikker randje. Hoeft niet zo netjes. Stel dat je wel saus gebruikt, dan is het ook handig, want ja, dan valt het er niet vanaf. Als een soort dijkje. Zo. Nou, de bloemen zet ik even hier neer. Zo. Dat is klaar. Nu ga ik deze bodem eerst voor 10 minuten in de oven doen op 180 graden. De pizzabodem heeft 10 minuten in de oven gezeten. Vergeet trouwens niet om gaatjes te prikken, dat had ik er niet bij gezegd. Maar voordat je hem in de oven doet, moet je eventjes gaatjes prikken. Dan gaan we de pizzatopping erop leggen. En goed verdelen. Zo.
Dan heb ik hier speciale kaas voor op de pizza. Even openknippen. Dit is 150 gram. En dat ga ik helemaal over de pizza verdelen. Zo. En dan heb ik hier nog pesto. Dan ga ik ook hier en daar wat pesto neerleggen. Zo, dan is het overal een beetje. En nu gaan we dit in de oven doen voor 40 minuten op 180 graden. De pizza is klaar. Wij gaan lekker eten. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.